Stichting RUMAS heeft gisteren haar 10e editie van de Guy Grani-activiteit gehouden in het Lalaroek-gebouw. Volgens voorzitter Emmy Hart geeft de stichting met deze activiteit iets terug aan sociaal zwakkeren in de gemeenschap. Het meest belangrijke bij de Guy Grani-activiteit is een luxe diner aan deze doelgroep. Hart vertelt dat de stichting dit jaarlijks doet in december, een periode om blij en dankbaar te zijn. Dit jaar heeft RUMAS verschillende instellingen en gezinnen uitgenodigd om deel te zijn van de Guy Grani-activiteit. En we hebben 4 instellingen uitgenodigd. Het Blindencentrum, Kennedy Stichting voor de slechthorenden. We hebben de psychiatrische patiënten, cliënten. En we hebben Esther Stichting. Ook hebben we een school. En het is de school van Zout der Aarde. Een kindertehuis. Voor de rest hebben we 28 gezinnen. Sociaal zwakke gezinnen. Die, waarvan we denken... Hoe gaan ze deze kerst vieren? En RUMAS heeft ervoor gezorgd, omdat we met jongens werken. Het is een community service. En bij die community service moeten onze jongens werken. En je ziet die jongens in het wit. Het zijn allemaal jongens van RUMAS. Hart geeft aan dat behalve consumptie er ook attracties waren voor de kinderen. Daarnaast hebben enkele ministers en DNA-leden de avond compleet gemaakt door de mensen te bedienen. Aan het eind van de avond kregen de gasten elk een voedselpakket en een cadeautje. Hart zegt dat RUMAS ruim 200.000 heeft gekost om deze doelgroep in de bloemetjes te zetten.